Nederlandse bank pakt vergunningen af. Einde van Surichains. Een aanslag gepleegd bij omroep Lim FM. En Daisy Boutersen overwoog in 2016 Chan Sansoki vicepresident te maken. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 25 oktober 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het loket lijkt te sluiten bij geldwisselkantoor Surichains. Gisteren werd bekend dat toezichthouder de Nederlandse Bank de twee vergunningen van het bedrijf heeft afgepakt. Surichains kwam de afgelopen maanden veelvuldig in opspraak. Een inval van opsporingsdiensten, bomaanslagen, sluitingen door burgemeesters, niets bleef het Rotterdamse bedrijf bespaard. Surichains lag onder een vergrootglas van het Openbaar Ministerie vanwege een verdenking van money laundering. Miljoenen uit de drugshandel zouden via Surichains gesluist worden naar de bovenwereld. Personen met de buitenlandse roots stuurden via dit bedrijf geld naar het thuisfront. Surinamers bijvoorbeeld verzenden traditioneel vaak bedragen via geldwisselkantoren als MoneyGram, Western Union of, zoals in dit geval, Surichains. Via de banken is dat voor velen namelijk onhaalbaar. Zelfs de Nederlandse politie wisselde op grote schaal buitenlandse valuta in voor euro's, omdat dit via de Rotterdammers veel simpeler was. In maart, 2 dagen nadat de oprichter van Surichains en zijn 2 zonen door de politie waren opgepakt, brak de ING met Surichains vanwege een concreet risico op money laundering of terrorismefinanciering. Enkele maanden terug verklaarde het Surinaamse bedrijf Surichains dat het Nederlandse bedrijf en de Surinaamse onderneming weliswaar dezelfde naam dragen, maar dat het 2 zelfstandige juridische entiteiten zijn. Surigoud, de voorloper van Surichains, is opgericht door Chan Bartnat Misir, die later president-commissaris werd van de Surichains Bank in Suriname. In de nacht van maandag op dinsdag is een aanslag gepleegd bij omroep Lim FM. Directeur Clifton Limburg maakte dit enkele uren terug bekend via Facebook. Limburg schrijft dat er is geschoten naar de studio in de Maikoestraat in Paramaribo Noord. Er zijn kogels ingeslagen in een voertuig. Er is aangifte gedaan en de politie is bezig met het onderzoek. Clifton Limburg was 3 jaren directeur van het Nationaal Informatieinstituut, de persdienst van het kabinet Boutersen II. Volgens Informatie Online ontkent Limburg politiek gelieerd te zijn. Hij beschouwt zichzelf als neutraal, maar in 1996 stond hij op de kieslijst van de NDP. En tot en met 2000 was hij woordvoerder van het kabinet van de president Jules Weidenbos. Enkele jaren terug begon hij met het mediabedrijf Let's Improve Media, afgekort LIM. In februari vorig jaar begon Let's Improve Media met uitzendingen via de omroep LIM FM. Het vlaggenschip van de omroep is het programma Bacana Tori, met bijna altijd spraakmakende interviews. De programmamaker meldde diverse malen dat de internetverbinding van het station uitviel wanneer dit programma werd uitgezonden. Toenmalig president Daisy Boutersen overwoog in 2016 om Chan Sansoki vicepresident te maken. Sansoki zou Ashwin Adin moeten vervangen als vicepresident. De onthulling werd gedaan door Eugène van der San. Die was destijds directeur van het kabinet van de president Boutersen. Van der San zei in een interview bij Lim FM dat Boutersen hem vroeg om na te gaan in hoeverre het mogelijk was dat Sansoki tot vicepresident in zijn regering zou worden benoemd. Boutersen zou geruime tijd bezig zijn geweest met vervanging. Sansoki stond hier open voor en zijn eventuele benoeming zou eenvoudig kunnen. De NDP had destijds 26 zetels in het parlement en met de 8 zetels van de VHP zou een 2/3 meerderheid ontstaan, voldoende om Adin als vicepresident te vervangen, zei Van der San. Van der San maakte niet goed duidelijk waarom Boutersen van Adin af wilde en waarom de benoeming niet werd doorgedrukt. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u
te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.